Zo, welkom terug allemaal. Vandaag heel kort over geheugenkaarten en actiecamera's. Eerst en vooral de actiecamera, dit is een GoPro Hero 4 Session. Je hebt ook de GoPro Hero 5 Session, de opvolger van deze camera. De Session camera's zijn deze compacte, kubusvormige camera's van GoPro. Die zijn op zich waterdicht. Als je het klepje opent, dan kan je daar een micro SD formaat geheugenkaarten kwijt. Dit is het micro SD formaat geheugenkaartje. Dit is nu een Samsung 16 GB Evo kaartje. Als je een kaartje koopt voor deze actiecamera's, gelijk welke actiecamera, koop dan zeker een kaartje van minimum klas 10. Klas 10 slaat op de schrijfsnelheid. Nu, met dit Samsung kaartje geen probleem. Echter, oorspronkelijk had ik samen met deze camera de SanDisk Ultra geheugenkaart gekocht, een 32 GB variant. Deze schrijft nu 80 megabytes per seconde. Maar deze deugen dus niet in combinatie met deze camera's. Als je gaat kijken op de website van GoPro, dan zie je ook dat de SanDisk Ultra niet opgeleid staat als compatibele geheugenkaart. En effectief, als je deze kaart gebruikt, dan zal de camera in veel gevallen gewoon niet willen werken. Als je deze inschakelt, dan krijg je hier op het scherm een status te zien. Nu, met deze kaart geladen, dus de SanDisk Ultra, dan gebeurde het vaak dat er hier helemaal niets verscheen, maar dat de camera op zich wel warm werd, dus dat er wel activiteit was, maar dat die geblokkeerd was, dat die niks kon uitvoeren. Een andere mogelijkheid was dat je die inschakelde en dat hier de tekst busy op kwam te staan, dus busy in de zin van bezig in het Engels, maar nog altijd niet meer dan dat, dus nog altijd niet bruikbaar. En dan een derde situatie die ik heb meegemaakt met die geheugenkaartjes in deze actiecamera's, is dat er SD-error komt te staan. Nu, als er SD-error komt te staan, dan viel het op zich nog wel mee. In veel gevallen kon ik dan een paar keer heropstarten en werkte het alsnog. Ik heb dus wel hier en daar wat opnames kunnen maken. Het is niet dat de camera nooit werkte, maar het is niet betrouwbaar. Het is ook zo dat als er een opname loopt, dus ik zal even een opname starten, dan zie je hier een kleine status, de tijd die loopt. En het gebeurde zelf dat hier tijd aan het lopen was terwijl dat kaartje gemonteerd was. En als ik dan de opname stopzette en in de computer op het geheugenkaartje ging kijken, dan bleek er niks opgenomen te zijn. Dus zeer gevaarlijk om die kaartjes te gebruiken. Wel gevaarlijk in de zin van gevaarlijk voor het verliezen van beeldmateriaal, vooral duidelijkheid, hè. Nu, wat kun je dan wel doen? Je hebt wel de SanDisk Extreme kaartjes. Die zijn wel compatibel en als je gaat kijken op de website, dan zijn die ook opgelijst. Zelf gebruik ik nu vooral deze, dat is een 64 GB, dat is ook iets groter. Dus, well, niet iets groter, het is iets sneller bedoel ik. 90 megabits per seconde, terwijl de andere was 80. Deze is ook dubbel het formaat, maar die kost ook twee keer zoveel. Dus in de Action kun je deze vinden. Ik heb het over 2 dagen nog gezien. In de Action staan deze voor 15 euro. Deze koop je online voor rond de 30 euro. Nu, deze is ook wel tweemaal zo groot. Je kan die ook in 32 gigabyte kopen volgens mij, maar daar ken ik nu de prijs niet van. Ik verwacht dat die prijs rond 20, 25 euro zal liggen. Dus nog altijd iets duurder dan deze. Maar als je een geheugenkaartje zoekt voor de GoPro Hero Session, dus blijf dan zeker weg van de SanDisk Ultra. Koop liever de SanDisk Extreme of de Samsung kaartjes zoals dat nu in de camera zit. Die werken ook goed. Nog snel over het micro SD kaartformaat. Dus dat kleine kaartje past hier. Vaak krijg je er ook een adapter bij. Dat is wat hier zit, om die te gebruiken als SD kaart. Dus dan kun je die in je Sony Alpha en dergelijke en je spiegelreflexcamera ook gebruiken. Zo, dat was het voor de waarschuwing. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.